Hoofdstuk 2. De Kanon. Door Jean-Paul van Bendegem. Over Arthur Conan Doyle spreken en niet over Sherlock Holmes en zijn onafscheidelijke compaan Dr. John H. Watson zou onvergeeflijk zijn. Meer zelfs een teken van incompetentie. Dat gezegd zijnde wordt ten onrechte, en de biografie van Doyle wijst dit uit, zoals we gehoord hebben, zijn oeuvre al te vaak gereduceerd tot slechts die verhalen en romans waarin zijn beroemde creatie de hoofdrol mag spelen. Dit betekent dat in deze korte uiteenzetting even de rest van Doyle's oeuvre wordt vergeten en alle aandacht zal gaan naar wat men in Sherlockiaanse kringen pleegt te omschrijven als de kanon. Welke die kringen zijn, komt in een andere uiteenzetting van dit hoorcollege aan bod. Laat ik maar meteen de volledige details geven. Als men spreekt over de kanon, dan bedoelt men een geheel dat omvat ten eerste de 4 grote verhalen of novellen, A Study in Scarlet, 1887, The Sign of Four, 1890, The Hound of the Baskervilles, 1903 en The Valley of Fear, 1915. 2. De 5 verhalenbundels. Adventures of Sherlock Holmes, 1892, The Memoirs of Sherlock Holmes, 1894, The Return of Sherlock Holmes, 1905. U heeft nu al begrepen wat dat inhoudt, die Return of. His Last Bow, 1917 en dan The Casebook of Sherlock Holmes, 1927. Deze 5 verhalenbundels zijn samen goed voor 56 verhalen. Dus samengesteld omvat de kanon, dus 60 verhalen en in de Penguin-editie is dat goed voor 1122 bladzijden. Laat ik eerst even stilstaan bij de historische ontwikkeling van de kanon, want daar valt heel wat over te vertellen. Daarna moet uiteraard de figuur van Holmes zelf ter sprake komen. De publicatie van het eerste verhaal, met name de novelle A Study in Scarlet, gebeurde, zoals gezegd, in 1887 en de plaats van publicatie was Beaton's Christmas Annual. Er mag meteen aan toegevoegd worden dat Doyle zonder al te veel succes alle andere uitgevers had aangezocht. Bovendien is het zeker niet zo dat deze novelle meteen de grote doorbraak zou betekenen. Zoals wel vaker gebeurt met andere figuren, kunnen we ons vandaag geen wereld meer indenken zonder Sherlock Holmes, maar blijkbaar heeft men dat in het verleden zonder probleem gedaan. Doyle schrijft de tweede novelle, Sign of Four, op bestelling. Hoe dat is gebeurd, is een schitterend verhaal op zich. Joseph M. Stoddart, Amerikaans uitgever, was op zoek naar materiaal voor een maandblad, Lippincott's Monthly Magazine genaamd. Hij organiseert een diner in het nieuwe Langham Hotel in Londen en behalve Doyle was, zoals we reeds gehoord hebben, ook een zekere Oscar Wilde uitgenodigd. Een groter contrast lijkt nauwelijks denkbaar, maar toch blijken beide schrijvers het die avond goed met elkaar te vinden. De avond wordt besloten met de afspraak dat Doyle een boek zou produceren, The Sign of Four, evenals Wilde. The Sign of Four aan de ene kant en het andere, dat werd The Picture of Dorian Gray. De kentering gebeurt pas wanneer het eerste verhaal verschijnt in een tijdschrift en zowel verhaal als tijdschrift zijn even opmerkelijk. Het verhaal is A Scandal in Bohemia, waarin het personage, dat in dit hoorcollege trouwens verdient een aparte aflevering krijgt, van The Woman wordt geïntroduceerd, namelijk Irene Norton, nee Adler. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, de nee geboren, Irene Norton, nee Adler, operazangeres en veel meer dan dat. Geef toe, indien iemand erin slaagt Holmes te overtroeven, dan hou je best met hem of in dit geval met haar rekening. Het tijdschrift is The Strand Magazine, dat het overgrote deel van de Sherlock Holmes verhalen zal publiceren. En de uitgevers van het magazine hebben daar nooit echt spijt van gehad. Veel heeft te maken met de methode van publiceren. De eerste verhalen verschijnen al onder de algemene titel The Adventures of Sherlock Holmes, wat ook de titel van de eerste bundeling wordt. En de specifieke verhalen, zoals A Scandal in Bohemia, zijn genummerd. 1. De lezer weet dus al van bij het eerste verhaal dat er nog meer zal komen. Maandelijks mocht je iets nieuws verwachten en dus krijg je een ongemeen sterke, met aanhalingstekens, klantenbinding, zoals men het vandaag zou uitdrukken. Deze wijze van publiceren, of aparte verhalen die tezamen een geheel vormen, of een langer verhaal in fragmenten geknipt, was kenmerkend voor de periode waarin Doyle publiceerde en staat bekend als het feuilleton. Een vorm die trouwens met even groot succes al werd toegepast door Charles Dickens. Het succes nam met elk nummer toe, evenals de inkomsten voor Doyle. Sherlock Holmes werd een begrip, 221B Baker Street, een mythisch adres. Ik mag er meteen aan toevoegen, dermate mythisch dat ook vandaag nog steeds brieven naar dit denkbeeldige adres worden gestuurd om de hulp van Watson en Holmes in te roepen. Hoofdstuk 4. George Edalji en Oscar Slater. Door Johan Braeckman. Het is natuurlijk niet onlogisch om van Arthur Conan Doyle, de schepper van Sherlock Holmes, om van zo'n man te denken dat hij zelf ook persoonlijk, de echte persoon, in staat is om misdaden op te lossen. Of dat hij in elk geval toch vergelijkbare vermogens als zijn beroemde creatie zou hebben, zoals observatie, deductie, inductie en alle andere logische vermogens zou bezitten die Jean-Paul heeft toegelicht. We zouden kunnen verwachten dat Arthur Conan Doyle kan wat Sherlock Holmes kan. Nu, Conan Doyle zelf heeft vaak gezegd dat hij die vermogens van Holmes niet had. In zekere zin een beetje merkwaardig, want hoe kun je dan zo'n figuur creëren natuurlijk. Maar hij had wel een zeer grote kennis, net zoals Holmes zelf, van de geschiedenis van de misdaad. En hij had ook een zeer goed geheugen. En het is ook weer logisch dat hij geregeld in de verleiding kwam, ongetwijfeld, om net zoals Holmes bepaalde problemen, in het bijzonder in de sfeer van de misdaad, te benaderen of trachten op te lossen. Of dat echt zou lukken met de vermogens die hij aan Holmes toeschrijft in de verhalen, daarover kunnen we natuurlijk discussiëren. Jean-Paul heeft het ook al aangestipt. Maar er zijn wel degelijk een aantal gevallen waar Arthur Conan Doyle zichzelf heeft mee bemoeid en heeft geprobeerd om ze op te lossen. Gevallen, situaties die in de misdaad afspelen. En twee ervan zijn behoorlijk beroemd geworden. Namelijk één zaak omtrent een man die heet George Edalji. We kwamen zijn naam ook al eerder tegen. En een andere betreffende een man genaamd Oscar Slater. Ik ga ze allebei aan u voorstellen. De eerste bespreek ik in wat meer detail dan de andere. Hoofdstuk 10. Conan Doyle's minder bekende werk. Door Vitalski. Arthur Conan Doyle heeft zich natuurlijk wellustig vergrepen aan de verhalen van Sherlock Holmes. Maar Doyle heeft ook heel veel andere dingen geschreven en ik ben aangewezen om me daarin te verdiepen. Nu zal ik gewoon vertellen over ander fictief werk van Doyle en later over het niet-fictieve oeuvre van Doyle. Tenminste, het oeuvre van Doyle betreffende niet-fictieve onderwerpen. Arthur Conan Doyle is zeker iemand die erg weinig slaap nodig heeft. Hij heeft een buitenaards druk leven van reizen, oorlogen en politiek, gecombineerd met een gewetensvol gezinsleven. En toch heeft hij bovendien kolossaal veel geschreven. Dat we hem nu alleen maar kennen als de auteur van Sherlock Holmes is eigenlijk erg, want Sherlock Holmes neemt, naar ik inschat, maar 1/50ste of misschien zelfs maar 1/100ste in beslag van Doyle's complete oeuvre. Ik zou je nu eerst een uitgebreid overzicht willen geven van Doyle's minder gekende fictieve werk en dan daarna een curriculum van zijn niet-fictieve werk dat net zo omvangrijk is. Zoals geweten vertelde Doyle reeds verhalen toen hij nog een middelbaar scholier was in Stonyhurst College, maar hij is pas echt beginnen schrijven als een student. In 1879, op 20-jarige leeftijd, levert hij zijn eerste verhaal af, The Mystery of the Sasassa Valley, dat aanvankelijk anoniem wordt gepubliceerd. In latere jaren wordt zijn naam er door de uitgever uiteraard gretig aan toegevoegd. The Mystery of the Sasassa Valley is een avonturenverhaal zoals de Victorianen er dol op zijn. Op autobiografisch vlak is het verhaal visionair om twee redenen. Ten eerste, het gaat over twee jongeren die op reis gaan, naar uitgerekend Zuid-Afrika, waar Doyle vele jaren nadien ook zelf nog zou komen rond te hangen. En bovendien, die jongeren gaan daar op zoek naar een legendarische geestverschijning. Opnieuw een bezigheid die Doyle later nog helemaal in zijn greep zal krijgen. Het verschil is, in plaats van een geest, stuiten die jongeren in het verhaal uiteindelijk op een diamantmijn. Dat kan van Doyle niet gezegd worden, zijn zoektocht naar spoken zal hem alleen maar geld kosten.